integratie van statushouders, ofwel asielzoekers in onze gemeente, is van groot belang. Zuidplas heeft daarvoor dit jaar een integratienota aangenomen. Wij zorgen ervoor dat mensen taalonderwijs krijgen en dat mensen aan de slag gaan. Onze statushouders werken in de tuinbouwsector, bij Bunnikplants en bij anderen. En morgen ga ik met hen op stap om te kijken wat voor werk ze doen. De gemeente is ongelooflijk blij dat Veldwerk en Bunnikplants meewerken aan het integratieproject om deze statushouders aan de slag te krijgen en aan het werk te krijgen. En ik wil graag als wethouder in de gemeente Zuidplas mijn eigen bedrijven in Moerkapelle en in Zevenhuizen uitdagen om ook deze mensen aan de slag te krijgen en te helpen. Dus mensen, zorg ervoor dat wij statushouders in onze eigen gemeente kunnen opvangen met mooi werk. Veldwerk wil meewerken, nu de tuin dus nog. Kom op. Een voorbeeld van een verdere integratie voor de statushouders is een samenwerkingsverband dat we hebben opgezet met de gemeente Zuidplas, het werkplein IJsselgemeente en Veldwerk Uitzendbureau. Op dit moment hebben we een aantal statushouders die we individueel begeleiden naar betaald werk. Dat doen we door maatwerk te leveren en dat doen we door te kijken naar de taalschool, de taaldagen, dat mensen cursus volgen voor de inburgering en dat in combinatie met een aantal uren werken per week, zodat zij uiteindelijk uit kunnen stromen naar betaalde baan bij Veldwerk Uitzendbureau. En dus geheel onafhankelijk kunnen zijn van de uitkering. Veldwerk is een uitzendbureau gespecialiseerd in de glastuinbouw, met vestigingen in onder andere Rotterdam en het Westland. Vanuit Rotterdam beheersen wij de regio Oostland. Dus dan moet je denken aan Berkel, Roodrijs, Blijswijk, Zoetermeer, waarin wij verschillende klanten hebben. Naast het reguliere uitzendwerk begeleiden wij ook kandidaten van de gemeente, onder andere de gemeente Zuidplas, naar de arbeidsmarkt. Dit doen we middels een korte proefplaatsing. En in die proefplaatsing monitoren en begeleiden wij de kandidaten naar betaald werk. Nou, ook daarin coachen wij onder andere op werknemersvaardigheden en in productiekwantiteit, zodat de kandidaten na die periode, wanneer ze het goed hebben gedaan, kunnen uitstromen naar betaald werk. Hier bij Bunnikplants begeleiden we op dit moment 8 kandidaten van de gemeente Zuidplas. Onder andere deze 2 jongens. De jongens wat ze nu aan het doen zijn het binden en knippen van ficusplanten, zoals je nu kunt zien. Wij regelen 's ochtends het vervoer naar de werkplek en aan het einde van de dag worden de kandidaten weer teruggebracht naar huis, waardoor ze hier de werkervaring op kunnen doen en volledig kunnen focussen op het werk. Mijn naam is Ahmed Al-Fadir. Ik woon in Zeewazen, ik kom uit Syrië. En ik ben getrouwd, ik heb 7 kinderen. Syrië stop, allemaal stop. Geen elektrisch, geen water, geen gas, petrol, geen niks. Allemaal door. Ik graag in Nederland. Loop van mij dat werk hier. We mogen trots zijn op het bereikte resultaat, de samenwerking tussen gemeente Zuidplas, Veldwerk Uitzendbureau en Werkplein IJsselgemeente. En we wensen de statushouders ontzettend veel succes.